Geen dispensatie voor Erik Hellemons. Ja, dat is een flinke teleurstelling, denk ik, voor RBC. Ja, zo kun je het wel noemen. Het is niet dat we daar geen rekening mee hadden gehouden. Maar het had natuurlijk veel makkelijker geweest voor ons, in ieder geval, dat als het wel zo het geval had geweest. En hoe ga je dat nou oplossen? Ja, hier gaan we eens even rustig over nadenken. Eventjes een aantal zaken de revue laten passeren, ook aan het begin van het seizoen. Weer eens even door de lijst van namen. Hoogstwaarschijnlijk natuurlijk ook weer nieuwe namen. En dan gaan we kijken hoe we dit zo snel mogelijk op kunnen lossen. Wat zijn eigenlijk de argumenten van de KNVB om te zeggen van nee, Erik Hellemons, we verlenen jou geen dispensatie? Zij zijn van mening dat wij zelf een clausule hebben opgenomen in het contract van Chapa. Waarin staat dat hij mag vertrekken bij positieverbetering. Daar zijn we het uiteraard mee eens. Alleen op dat moment, je hebt natuurlijk naast een licentie-eis trainer, heb je ook een licentie-eis je financiële huishouding op orde krijgen. En dat hangt dan heel erg nauw samen, dus het was voor ons geen keuze. Hij is zo uitgekomen en de KNVB heeft besloten. Een flinke streep door de rekening? Ja, ik vind het voornamelijk al jammer voor die groep. Die zijn toch weer de eerste week alweer prima aan de gang. Iedereen is tevreden. De trainer rondt straks gewoon zijn cursus af. Hij heeft een contract voor het nieuwe seizoen. Wat ons betreft had natuurlijk veel makkelijker gekund. Maar nogmaals, de KNVB heeft anders besloten. Wanneer moet er nu een nieuwe trainer staan voor de groep? 4 weken vanaf 17 januari. Dus half februari en dan lopen er normale processen zoals hiervoor ook weer met plan van aanpak eventueel. Publieke waarschuwing, nou ja goed, daar willen wij allemaal niet aan denken. Dit is besloten door de KNVB, dus wij zullen zo snel mogelijk zorgen dat er een gediplomeerde trainer bij ons werkt. Maar is die makkelijk te vinden? Want ja, het seizoen is na half februari niet zo lang meer en de trainer voor volgend seizoen, Erik Hellemons, is al bekend. Ja, iemand die inderdaad wil gaan bouwen aan de club. Op zijn eigen manier, ja, daar zal het lastig voor zijn. Maar wellicht zijn er nog mensen en trainers die op een andere manier samen willen werken. En die daar nog wel wat in zien. Dat antwoord zal spoedig komen. Zou het misschien zo kunnen zijn dat jullie op uitleenbasis misschien een trainer voor de groep zetten? Dat jullie bij een andere betaald voetbalclub of bij een... ja, amateurclub, een trainer wegkapen? Ja, alles is wegkapen, maar alles is mogelijk. Wij sluiten niets uit, dat kunnen we ook helemaal niet. Wat voor ons hartstikke belangrijk is, is dat we zoveel mogelijk in alle rust kunnen werken naar het nieuwe seizoen. Wat we nu eigenlijk al in hebben gezet met Erik Hellemons, dat is voor ons de allereerste prioriteit. En hoe dichter we dan bij onszelf kunnen blijven, hoe beter. Maar is het een moeilijke klus om een trainer voor zo'n korte periode te halen? Dat zal de komende weken blijken. Maar goed, je hebt al eerder van die gesprekken gevoerd en toen ging het om een half jaar. Ja, nu is de periode nog korter. Ja, toen ging het over 3/4 jaar. Dus dan is dat toch wel weer wat makkelijker. Maar aan de andere kant, de eerste sms'jes zijn alweer binnengekomen. Dus blijkbaar zijn er nog steeds wel mensen die zoiets hebben van, nou ja, ook voor een paar maanden wil ik het wel gaan doen. Wie heb je ook sms'd? Behalve jij nog niemand. SMS'jes komen al binnen, zeg je. Ja, precies, precies, precies. Maar mogen wij niet weten wie dat zijn? Nee. Dat is echt jammer. Voor jou wel. Is het financieel ook een streep door de rekening, deze beslissing van de KNVB? Ja, uiteraard. Je gaat gewoon weer extra kosten maken, die je natuurlijk liever niet maakt. Dat is ook een van de overwegingen die je een half jaar geleden hebt gemaakt om proberen zo min mogelijk uit te geven, om je financiële huishouding op orde te krijgen. Ja, daar zul je nu weer een stukje op terug moeten. Erik Hellemons, volgend jaar voor de groep. Ik geloof dat hij zijn diploma kan halen in dit voorjaar. Dan moet hij hem wel halen, hè? Ja. Nou goed, ik volg Erik nu ruim een half jaar en lijkt mij geen veldje in de lucht. Hoe heeft de groep gereageerd dat Chapa weggaat en dat er nu weer een nieuwe trainer moet komen? Nou, de groep is daar vrij volwassen, heeft er vrij volwassen op gereageerd, hebben in Turkije prima gewerkt. Is ook natuurlijk niet meer iets nieuws, hè, want Erik en Peter stonden er natuurlijk daarvoor ook al gewoon op. En de groep gaat gewoon zijn gang onverstoorbaar en daar ben ik ook heel erg trots op. Regels zijn regels, maar is het niet een klein beetje flauw van de KNVB om geen dispensatie te verlenen? Dat zou je aan hun moeten vragen. Nee, ik vraag jouw mening. Ja, goed. Ik vind dat is nu niet meer belangrijk. Je zou kunnen zeggen, voorheen was het met
Utrecht meen ik wel zo en nu bij ons niet. Maar nogmaals, er is geen beroep mogelijk. Dus om nou te gaan huilen en allemaal iedereen... Iedereen ergens van, wat je er ook wat mee zal willen doen, daar heb ik eigenlijk geen lust voor.